De kampioen van de toekomst! Het hele land zit vol met talenten in ieder vak op ieder vlak. Zo ook deze week. Een bijzonder bescheiden jongen. Hij laat wat van zijn kunsten zien, maar vertelt vooral hoe hij zo succesvol is. Het is Zeger Hogeboom en hij is zeker een kampioen van de toekomst. Ik ben Zeger Hogeboom, ik ben 13 jaar oud. Ik woon in Delft. Ik zit op het Grootsis College. En ik ben jongleer. Ik jongleer al ongeveer 4 jaar lang. En ik doe het op Circus Rotterdam in Rotterdam. Ik kom hier drie dagen in de week, op maandag, woensdag en zaterdag. En dat is gewoon, ik heb hier gewoon superveel geleerd. Je moet, ja, ik doe gewoon van alles. En het is gewoon hartstikke tof hier. Ik leer omdat het gewoon omdat ik het eigenlijk al hartstikke leuk vond. En ik ben ermee begonnen omdat ik op een gegeven moment een keer van mijn moeder een diabode heb cadeau gekregen. En daardoor ben ik ook gaan jongleren en daar ben ik op doorgegaan. En het is gewoon hartstikke tof. En het is, ja, het is ook goed voor je. Je krijgt er spieren van, je krijgt er meer hersenen, je krijgt er slimmer van. Doordat je jezelf coördineert, zeg maar, met je handen, dat je precies moet weten waar je heen gooit en waar je moet vangen, dan ga je hersenen beter en breder denken. Ik train ze al aardig vaak op. Ik doe ook heel veel met optredens die gewoon worden ingehuurd door Circus Rotterdam, word ik gevraagd om voor hen op te treden. En ik zit nu ook in de theatergroep en daar doen we ook extra optredens in een jaar. Ja, gewoon heel veel, zeg maar. Ja, het applaus is gewoon hartstikke cool. En het is gewoon een goed gevoel om op het podium te staan. Je kan je gewoon helemaal los laten gaan. En gewoon alles doen wat je wil. En iedereen weet dan dat je dat kan. En dat is wel heel leuk. En dan word je soms elkaar op aangesproken. Mensen vinden mij denk ik zo goed omdat ik goed kan jongleren. En omdat ik ook, ik presenteer mezelf wel. Ik kijk ook af en toe een beetje serieus, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon hartstikke tof om te zien. Ja, ik zou heel graag echt mezelf willen verhuren voor echt als mijn werk, zeg maar. En op cruiseschepen of zo, of gewoon op grote feesten. En dat soort dingen. En dat, ja, gewoon heel goed te worden. Dus kampioenschap en zo. Je moet gewoon echt iedere dag hartstikke veel trainen. Gewoon vooral in het begin. En niet te laat mee beginnen, want als je nu begint, heb je later echt superveel profijt van. Nu kan je het nog leren. Je moet gewoon hartstikke veel trainen en naar anderen kijken en van elkaar leren. En durf te vragen of iemand iets je wil uitleggen of op internet kijken. Dat is Dixie Wanner, dat is met een trainingsvriend. En ik train altijd met hem. En ik ben samen met hem op derde geworden op het NK met passing. Lijkt me heel vervelend als een bepaalde truc niet lukt. Ja, dat is inderdaad heel vervelend. Maar als je gewoon zo lang door oefent, soms oefen je een half jaar op één truc en dan kan je het en dan ben je super blij. En dat geeft gewoon een enorme kick om weer door te gaan. Op school gaat het heel goed. Ik zit op HAVO 2 en ik hou niet voldoende of niet onvoldoende op school of zo, op mijn rapporten. Maar het is wel druk, ik moet er wel hard voor werken. Wat vinden je ouders ervan dat je zo fanatiek aan het jongleren bent? Het is niet voetbal ofzo, dat iedereen doet. Het is gewoon iets apart. En mensen zeggen van, oh, doe je jongleren? En dat is gewoon hartstikke leuk. En dat vinden zij ook heel leuk. Met wat jongleren je allemaal? Nou, meestal met ballen en kegels. Maar ook met ringen. En af en toe met fakkels ofzo. Dat soort dingen, lichtballen. Wat is je beste jongleren? Nou, ik weet niet, het is allemaal op verschillende niveaus, dus ik heb niet de beste truc of zo, maar ik denk wel dat het 7 ballen gewoon heel lang door het gooien is. Jongen, leer je ook wel eens thuis met de lepels, met de pannen, met de schoenen? Ja, eigenlijk wel. Ja, maar niet met een pan of zo, maar wel met allerlei dingen, met pennen op school en dat soort dingen. Nou, ik heb niet echt een geheim. Het geheim van jongleren is doorzettingsvermogen. En dat moet je gewoon heel erg hebben, anders kom je er niet. En als je niet doorzet, dan heb je niks met jongleren. Dus dat is het geheim van jongleren. En heb je ook iemand waar je naar opkijkt? Ja, zoveel eigenlijk wel. Vova Kalchenko, samen met Ori Kalchenko, zijn zus, is die beste pas van de wereld. En dat zou ik ook wel echt super graag willen. Doe je hem ook wel eens naar? Ja. Ja,
Minimum.